Heer, hoor mijn gebed. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij. U bent trouw en rechtvaardig. Goedemorgen, broeders en zusters. Een heel gezegend weekend wens ik u toe. We hebben weer eens een gelegenheid om alle lof, eer en glorie aan de Heer te geven en hem te bedanken voor zijn goede zorgen. Vandaag wil ik het met u hebben over de beker van het verbond. Een viering die voor het eerst op 17 augustus 1733 plaatsvond bij de beginjaren van de hernieuwde Moravische kerk in Hernhut, Duitsland. Na een liefdesfeest die dag, voor het vertrek van een groep missionarissen die zouden afreizen naar St. Croix, werd in de kamer van Sinsendorf de beker van het verbond voor het eerst gevierd. In de evangelische broedergemeente werd de beker van het verbond een liturgische viering, waarbij de hele gemeente of een bepaalde groep binnen de kerk haar eenheid en inzet voor de dienst aan Christus vernieuwde. Let wel, het is geen sacrament, dus we verwarren het niet met het heilig avondmaal. Vandaar dat er ook witte wijn werd geserveerd. Terwijl de beker die wordt gedeeld tijdens de viering van het avondmaal gebaseerd is op de beker die Jezus deelde met zijn discipelen, na de maaltijd gaat het bij de beker van het verbond om de beker die Jezus en zijn discipelen gedeeld hebben aan het begin van de Pessachmaaltijd. Lucas 22 vers 17. In 1735 beschreef Christian David de ceremonie als volgt. Na de toespraak geeft een ouderling een zegen aan alle aanwezigen. Terwijl de beker wordt rondgegeven en ervan gedronken wordt, geeft iedereen een persoonlijke zegen aan zijn naaste. Daarna wordt de vredeskus aan elkaar gegeven. Tegenwoordig wordt in deze eenvoudige bijeenkomst bij het zingen uitleg gegeven over deze gebeurtenis en wordt een beker wijn of druivensap rondgedeeld. Tot zover voor vandaag. De volgende keer ga ik een stukje verder, want we zijn nog niet klaar. Laat mij in de morgen uw liefde horen. Dagteksten van zaterdag 5 augustus 2023. Psalm 5, vers 2 en 3. Neem mijn redenen ter oren, o Heere, let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, want tot u richt ik mijn gebed. Neem mijn redenen ter oren, o Heere, let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, want tot u richt ik mijn gebed. Psalm 5, vers 2 en 3. Het leerwoord is gehaald uit Marcus 11, vers 24. Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Marcus 11, vers 24. Hemelse Vader, we loven en prijzen u om wie u bent. En omdat u, o Heer, inderdaad luistert naar wat wij bidden en vragen. En u geeft ons die overtuiging in uw woord dat alles wat we bidden en vragen, dat we moeten geloven dat wij het al hebben ontvangen. Wat een zegen. Zo komen we bij u en we willen ieder bemoedigen om dit niet te vergeten. Hoeveel van ons zijn er niet vandaag die zitten te wachten op iets wat ze gebeden hebben en vragen zich af, Heer, waarom antwoordt u mij niet? En dan is er weer een tekst die zegt, gij krijgt niet omdat u verkeerd bidt.
Leer ons bidden, Heer. Dat hebben uw discipelen u ook gevraagd. En dat vragen wij u wederom vandaag. O Heilige Geest, wilt u ons ingeven wat we moeten bidden, hoe we moeten bidden. En help ons om met een oprecht hart te komen voor de troon van genade van de Heer. Zo brengen wij voor u een ieder die naastig zoekt naar antwoorden op vragen waarvan zij denken, waar is onze God? Dat wij ervaren dat u er bent en antwoordt op alles wat wij u vragen. Help ons om ook vandaag te bidden voor de zieken, de bedroefden, de ellendigen. Zij die niet meer weten wat te doen, dat we ze mogen bemoedigen. Bid en geloof dat je ontvangen hebt wat je gevraagd hebt. En blijf er naar uitkijken, want het is er. Dank u, Vader, dat wij ook zo de jarigen en de vierenden mogen bemoedigen dat zij wederom een kans hebben gekregen om met u te gaan, om opnieuw met u te beginnen. Laat ons met u beginnen, opnieuw en opnieuw, Heer. En we danken u, we loven en prijzen u. Als wij dit weekend aan u opdragen en alle diensten die er gehouden zullen worden, zegen zo, o Heer, elke predikant, elke werker die zich voorbereidt om uw diensten op te luisteren. Dit bidden en smeken wij u uit genade. Om Jezus wil. Amen, ja, amen. Wijs mij de weg die ik ga.